elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Telstar in het wit met 5 wijzigingen ten opzichte van vorige week. Almere City met 4 wissels. Kortom, beide trainers waren niet echt tevreden. Dit is één van die nieuwkomers, Snow. En die krijgt een cadeautje, maar dat pakt hij niet uit. Het is de beste kans van de wedstrijd na 38 minuten spelen. Niet bepaald een spektakelstuk, Telstar Almere City. De nummer 14 thuis tegen de nummer 6 van de competitie. Dit is een kans voor Almere, maar ietsjes voor de lijn staat Frank Korpershoek. Daardoor geen doelpunt. Sowieso geen goals halverwege. 0-0 de ruststand. In de tweede helft valt Telstar ietsjes vaker aan. Komt het wat meer in de buurt van het doel van Almere City. Dit is een blinde bal van Melle Springen. Maar Omdaan reageert daar heel goed op. Zo goed zelfs dat het 1-0 wordt. Terrel Omdaan met een wat discutabele afsprong. Maar het doelpunt blijft wel staan natuurlijk. 1-0 voor Telstar dat vorig jaar nog met 4-0 won. Van Almere City in eigen huis. Almere City moet dan natuurlijk komen. Valt aan. En krijgt hij weer een goede kans. En weer wordt die bal uit de doelmond weggewerkt. Nu door Twan van Huizen. Zo wordt doelman Wesley Zonneveld tot 2 maal toe geassisteerd door zijn verdedigers. Maar de gelijkmaker komt er alsnog. En het is een fraaie. Kalkan jast hem even lekker in de bovenhoek. En zo wordt het bij Telstar Almere City 1-1. Telstar speelde dit seizoen nog niet gelijk. Tot vanavond dus.